En dan het ontslagrecht. In de wet zijn 6 redenen genoemd om iemand te kunnen ontslaan. De zogenoemde wettelijke ontslaggronden. Denk aan dysfunctioneren of een verstoorde arbeidsverhouding. Het mag trouwens niet een beetje van beide zijn. De ontslaggrond moet volledig onderbouwd zijn of, zoals juristen zeggen, voldragen zijn. En dat is in de praktijk vaak lastig omdat het dossier niet altijd op orde is. Daarom wordt ongeveer 60% van de ontslagverzoeken afgewezen. In de WAP is een ontslaggrond toegevoegd die zegt dat iemand ook kan worden ontslagen als er sprake is van een combinatie van meerdere ontslaggronden. De zogenoemde cumulatiegrond. Dus ook als dat een beetje van beide is. De voorwaarde is wel dat die optelsom van ontslagronden dan voldoende moet zijn om het ontslag te rechtvaardigen. En daar is natuurlijk ook weer een goede dossieropbouw voor nodig. In ruil voor deze versoepeling van het ontslagrecht geeft de WAP de rechter de mogelijkheid om bij toepassing van deze cumulatiegrond een hogere ontslagvergoeding toe te kennen. En dit kan oplopen tot maximaal 1,5 keer de vaste vergoeding die je krijgt bij onvrijwillig ontslag. En iedereen kan hiermee te maken krijgen. Laten we eens kijken. Het klinkt aantrekkelijk voor de werkgever, maar nog steeds zal de rechter oordelen of er een redelijke grond is. De drempel ligt dus best wel hoog. En wat ook niet verandert, is dat de werkgever zijn dossier goed op orde moet hebben. Voor de werkgever betekent dat dat het van belang blijft om de dingen die je met je werknemer bespreekt goed vast te leggen. Doe dat in beoordelingsverslagen of in functioneringsgesprekken, maar het kan ook in gewone mailwisseling zijn. Goed, een super informatieve video, al zeg ik het zelf. Bedankt voor het kijken naar deze video. Voor meer informatie ga je naar randstad.nl/wap of volg Randstad op social media.